Oogje, het kleine meisje uit de lange tafelstraat. Zo heet het nieuwe boek van Mars. Marnix Peters. Het is een verhaal waarin twee pubers geestdriftig en ongericht afrekenen met de schande van hun verwaarlozing. De oersterke beertje wordt door zijn harteloze ouders in een circus gedumpt. Een omgeving die er zijn leven nauwelijks beter op maakt. Maar hij ontmoet er de hyperintelligente, idiosyntatrische Oogje met wie hij op een oude zoendap op de vlucht slaat. Wat volgt is een spectaculaire road novel vol bizarre ontmoetingen. Zeker nadat Oogje verdwijnt en Beertje haar moet terugvinden. Beertje krijgt ook nog de hulp van Kenny Redliker, een gebuisde piloot. Verder komen ook nog in het boek voor Fred Trompet, de lastige circusdirecteur, Wanda van Aken, de kromme koordloopster, André, de invalide tapier, Joffrey het lijk, hallo, Sandy van Krunselven, de obese influencer, Samuel 234, de muizenpletter en de kitten die al een maand of twee in brand staat. Van die laatste zes ben ik niet heel zeker, dus ik zou het boek maar eens kopen om te checken op onregelmatigheden mijnerzijds. Oh ja, het boek is uitgegeven bij het Getij, telt 240 pagina's en kost €20. Voor dat geld kunt je niet gekloot zijn.